Dat mag je er echt niet opzetten. Hoi allemaal! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe snoepvideo. Jullie hebben misschien in onze Instagram story gezien dat we een pakketje hebben gekregen van iCandy. We hebben het nog niet geopend, alleen wel al stiekem een beetje gekeken hoe die open moest. Kijk, dit is wat je nu dus ziet als je inkijkt. Niet heel spannend. Oh, ik ben zo benieuwd. Okay. Wat we gaan doen, we halen dit eruit en dan gaan we gewoon babbelen. Doe ik het er? Ja, begin jij maar. Oké, okay, steek maar schaar. Steen, papier, schaar. Oh, ik voel hele rare dingen. Zoveel in volgens mij. Ik heb dit. Wat zijn dit? Jelly tots. Oh. Even goed openmaken. Oh, het zijn gewoon van die. Ze lijken op schatkistjes. Het zijn gewoon van die mini snoepjes. Iets harder dan schatkistjes. Nee, zachter juist. Schatkistjes. Maar dit is als hard. Oh, ik vind hem lekker. Ja, ik hou niet heel erg van snoep. Maar ik vind dit wel echt wel een goeie. Ja, ik geef dit een 8. Ik geef het 8,5. Nerds! Oh nee! Oh nee! Vorige keer had ik echt oorlog met nerds. En dit is nog erger, want deze zijn zuur. Want dat waren ze nog niet de vorige keer. Oh yes! Oh, oh! Oh, dit zijn helemaal niet die mini-dingen. Zo zien ze eruit. Ze zijn best wel groot. Het zijn echt van die mega-nerds. Ik neem een blauwe. We nemen die twee tegelijk, oké? Okay? Oké. Okay, gewoon gelijk voor de ultimate taste. Let's go. Oh! Oh, dit is heel erg. Waarom heb je er nummer 2? Ja, gewoon voor de andere taste. Ja, sorry, maar dit ga ik terug doen. Een 2, niet meer. Ja, ik geef het een 3. Even rustelen. Wat is dit? Oh nee, dat is een jelly straw. Nee. Maar ik heb dit wel eens een keer gezien en mensen zo. Oké, jij mag het doen. Oh, ik heb gewoon wel te doen. Oh, het voelt echt zo. Ik ben hier helemaal niet van. Het is echt zo'n jelly ding. Ik heb een beetje. Ik heb denk druiven en jij aardbei. Oh. Het flirt. Kijk. Gratie. Nou, ik heb dus zo'n roze flubby en. Ik heb een groene. Moet je dit gewoon in één keer doorslikken? Ja, je moet gewoon slurpen. Nee, tuurlijk niet. Je moet gewoon met de dat heb ik gezien. Maar dat gaat het doen. Dat gaat het doen. Ja? Ja. Wel slurpen, hè? Goed, Oh, dat is schoor. Dit is eigenlijk het goorste ooit. Ik doe hem opnieuw, ik doe hem opnieuw. Ik kan niet meer, jongens. Ik heb wel mijn best gedaan. Ik heb wel je best gedaan, ik vind het goed zo. Oh, ik kan niet meer. Oké. Okay. Wat voor cijfers geef je een jelly straw? 1. Een 1. Ik, 1,5. Crispy bacon. Yay. Dat vind ik ook zo goor. Ik ook. Ik was dus bang dat hier echt vlees in zou zitten. En ik vind het echt heel vies als hier serieus gewoon ja, vlees in zit. Nou, nou. Het is geel en de verpakking is oranje. Oké. 3, 2, 1. Oh, dat is lekker. Deze krijgt voor mij een dikke 8. Voor mij 7,5. Chips dan? Weer chips of niet? Ja, oeh! Blauw! Hot chili pepper. Oh nee! Wat is dit nou weer? Oh, oh, oh. Oh! Oh my god. Er zitten allemaal gele vlekjes op, het lijkt een beetje. Ja, het zit er. Nee, het is een chip.
normale chips, maar er zit blauwe poeder overheen. Ik denk dat je een hele blauwe tong kan krijgen. Dat denk ik ook. En dan denk ik dat je helemaal dood gaat van de hitte. Oh, ah. Is het heet? Ja. 3, 2, 1. Goedemorgen, wat heet. Oh my god. Oh. 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 Ah. Ik ben helemaal aan het zweten. De chips doet wat het zegt. Het is wel heel zout. Waar zit Thomas zien? Hé, ik heb een blauwe tong! Ik geef deze een 7. Oh. Sophie is nog even aan het bijkomen. Ik geef het een 6. Ik kan wel lezen wat eronder staat. Dat is crunky, maar... Cranky! Wat staat er boven? Funky cranky! Dat is wel cringe. Oh, wow, wow! Wow, 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 wow! Funky crunkies! Wow! Let's go! Echt crunky. Chocolademeel is lekker hoor, ik begrijp me niet verkeerd. Dat stokje erin is gewoon niet zo lekker. Ik geef dit een 4,5. Ik geef het een 5. Het is wel, de chocola is lekker, maar de koek is schoon. Ho! Badness. Die zure dingen hebben altijd van die... Ja, al die slijmerige snot. Oh, het zit van in van die... Oh! Het is een mislukking, denk ik. Huh? Huh? Kijk, er zitten gewoon allemaal zakjes in met dit formaat. En er zit gewoon een losse mini-zak in. Er zit ook niks in. Foutje, denk ik. Wauw! Yes! Nice! Oké. Okay. Let's try it, baby. Laat het alsjeblieft niet te zuur zijn. Ja, proef nu wel, gadverdamme. Oh. Oh. Holy shit! Oh, oh! YouTube zegt. Ah, wel lekker. Nou, lekker is een ander woord. Lekker is een ander woord. Try these sour skills and share them with your friends. It's dangerous. Are you ready? Ik geef nog steeds. Ik geef dit een 5,5. Oh nee, ik geef dit allemaal 7 voor het concept. Ja, dat vind je ik leuk. Ik geniet hier niet van, maar ik vind het echt heel grappig om eerst even iemand te zien sterven als je zo'n snoepje aan iemand geeft. Ja, dan wel. This is Halloween. This is... Dit zijn de... Dat was heel spooky scary. Dit zijn de Reese's. Ken je dat kennen? Ken je dat? Nee. Dat zijn van die soort pindakaas dingetjes. Met chocola. Is er nou 1? Nee, het is... Oh. Het zijn er al 2. Kijk, op de verpakking hebben ze zeg maar zo'n soort gezichtje op de pompoen. Hier heb je een soort honk. 3, 2, 1. Nee! Nou, dit bedoelde ik. Maar trouwens vind ik wel lekker. Ik vind het heel lekker. Cijfertje? Ik geef het een 9. Ik vind het echt lekker. Dat is echt heel hoog. Ik vind het echt lekker. Ja, een 6. Geef mij dit maar gewoon niet meer. We hebben zoveel. Ik ben gewoon misselijk. Sorry dames en heren. Ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Het spreekt voor zich wat blueberry, toch? Of niet? Oké, het is een soort bal. Een soort rond balletje. Het is kauwgom. Ja. Ik moet wel zeggen, heel geinig. Het is ook wel lekker kauwgom. Maar ja, je hebt een half potje nodig om een goede stuk kauwgom in mond te hebben. Nou, ik heb nu al heel veel hoor. Je kan hier 3 kauwgompjes uit halen. Ja. Eet een balletje is echt een balletje van niks. Ik heb hier echt te veel. Oh, je hebt echt heel veel. Ja. Cijfertje? 7,5. Ik ga met je mee. 7,5. Ik voel al van wat het is. Oh nee. Ja, maar deze is niet zuur, volgens mij. Jawbreakers, ik haat het. Maar dit is een strawberry en deze is volgens mij niet vies. Wat een vieze poppetje die daar ook op de voorkant staat. Ja, dat is ook altijd al vies. Zo'n goor kind die op een skateboard zit en dan... Klote, volgens mij is het ook helemaal niet handig als dat kind op een skateboard tekenen met een snoepje. Want je mag helemaal niet sporten met snoep in je mond en dan helemaal niet zo'n bal. Dan kan je net stikken. Dus... Maar mama, op de verpakking moest het ook. Op de verpakking moest ik sporten en dan dat ding eten. Oh, ik heb een boor. Maar ik ook, grappig wel. Niet heel vies, maar jawel. Eén bonk suiker. Ik geef dit
2. Ik heb 4. Zit er nog wat in? Dat was het. Vond jij het nou leuk om weer te zien hoe wij dit allemaal naar binnen hebben gewerkt? Doe even zeker een duimpje omhoog. Doe even een duimpje omhoog. En laat in de comments weten wat wij de volgende keer moeten uitproberen. Het enige wat ik dan nog kan zeggen is... Tot de volgende keer. Doei doei!